Ja, als je een te open vraag formuleert, bijvoorbeeld stel je bent een leerling groep 8 en je moet een spreekbeurt houden. En je denkt, nou, ik ga het houden over beren. En je gaat op zoek, het trefwoord beren, heel open vraag, ik zoek informatie over beren. Dan vind je echt van alles, wat ze eten, waar ze leven. En dan laat je je eigenlijk leiden door de informatie die je vindt. En dan ga je kijken, oké, mijn spreekbeurt gaat over wat ze eten en waar ze leven. Terwijl je ook van tevoren kunt nadenken, wat wil ik nou eigenlijk in die spreekbeurt allemaal vertellen? Waar ze leven, wat voor soorten beren er zijn. Dus je kunt een aantal vragen formuleren. En als je dat niet doet, dan heb je met dat wat je vindt aan informatie de kans dat je gewoon dingen mist. Want misschien valt je oog niet op dat er verschillende soorten beren zijn. Bruine beren, grizzlyberen. En heb je het daar helemaal niet over. Dus het niet nadenken over vragen en ze te breed formuleren maakt ook dat je je laat leiden door de informatie die je vindt, data-driven zeggen we dan. Terwijl je eigenlijk beter, het is beter om goal-driven te zijn. Dus dat je echt wel een doel hebt en je vragen goed formuleert. Dus te breed maakt ook dat je eigenlijk kunt verdwalen en je laat leiden door de informatie die je vindt. En dat is eigenlijk niet de goede weg.